Ik ben toen ik bijna 6 was begonnen met cello spelen. Mijn moeder vond het eigenlijk wel heel leuk als ik viool ging spelen. En mijn broer die speelde namelijk piano en mijn zus cello. Dus dacht ze, nou dan hebben we een mooi pianotrio. Maar ik kon de persen cello. Want dat vond ik gewoon super mooi en heel, ja, toch wel cool. Toen ik in groep 7, dus mijn eerste jaar op het conservatorium had, merkte ik toch al snel dat ik dan liever ging studeren dan met vriendjes afspreken. En het werd gewoon steeds een, ja, groot stuk van mijn leven. Ik ga mijn zus zoeken. Nou, dit is mijn eerste cellootje waar ik op ben begonnen. En ja, ik kan me eigenlijk nog steeds niet voorstellen dat ik hier op ben begonnen. Want het is voor mij nu net een soort van grote altviool of zo. Ik kan hem zo zelfs om mijn schouder leggen. Maar ja, hier is het dus mee begonnen. Nou, dit is mijn moderne cello. Nu is dit wel een instrument uit 1705. En is hij dus nog ouder dan mijn barok cello. Dus dat, je ziet ook wel de verschillen. Dit is bijvoorbeeld een heel, ja, het is een groot instrument. Dus de bodding is heel groot en veel groter dan mijn barok cello. Dus mijn barok cello is qua bouw meer een voorbeeld van een moderne cello. Maar deze heeft stalen snaren en een andere kam dan mijn barok cello. En ook heeft hij fijnstemmers en een punt. Dit instrument komt uit Oostenrijk en is gebouwd in 1800. En deze bespeel ik als barok cello. En zoals je inderdaad kan zien, is deze een stuk minder bol. En is dit eigenlijk een beter voorbeeld van een moderne cello dan mijn moderne cello, die eigenlijk een barok cello is. En deze bespeel je met. Bespeel ik met darmsnaren en stem ik met de, ja, dus de grote knoppen en heb dus geen fijnstemmers. En ook is het een andere kam en heb ik een knopje en klem ik hem dus tussen mijn benen in plaats van dat ik hem dus met de punten speel. Nou, dit is een foto toen ik, nou ja, nog eigenlijk voordat ik echt cello les had. En toen ging ik gewoon een beetje achter zitten omdat ik het heel erg leuk vond. Dat zie je ook bij deze. Een foto van dat ik ook gewoon een beetje aan het pingelen was op de piano. Want ik vond het gewoon heel leuk om aan muziekinstrumenten te zitten. Omdat ze gewoon geluid maakten. En dat vond ik heel erg mooi. En dit is een foto uit het concertgebouwconcours in 2015, wat ik ook heb gewonnen. Ja, ik kom hier best wel vaak, vooral 's avonds wanneer ik gewoon heel druk heb gehad met studeren en zo, om gewoon even een beetje, ja, een beetje uit te rusten en van het mooie, ja, van de mooie natuur te genieten. Toch even je hoofd een beetje te legen en ja, dat kan eigenlijk niet beter op zo'n plek als deze. Bach heeft 6 suites geschreven. Ik weet eigenlijk nooit echt welke suite ik het mooist vind. Dat zijn allemaal heel erg mooi. Ze zijn zo verschillend. Iedere suite van Bach bestaat uit 6 delen. En het begin is altijd met de prelude. En de prelude laat altijd heel mooi horen in welke toonsoort je bent. Als je dan begint, dan is het meteen van, nou, jij bent in C. En de rest van de delen uit de suite, dat is allemaal toch gewoon terugblik op de prelude. Dus het kan nog sneller zijn, nog vrolijker. Of het is bijvoorbeeld de sarabande die toch een rustdeel in de suite laat horen. Het begint natuurlijk met de prelude, waar dan geen herhaling in zit. En dan laat je toch wel heel mooi en goed horen in welke toonsoort je zit, dan kom je bij de allemande. En daar heb ik expres de tweede herhaling niet van gedaan. Omdat het toch wel een soort terugblik is op de prelude. Maar het wordt zo langdurig als je dan dat tweede deel ook nog zo lang met alle herhalingen blijft spelen. Dus daarom dacht ik dat het mooi was om dat dan met alleen de eerste herhaling te doen. En dan in één keer door naar de courant. Het laatste deel heb ik ook expres niet met de laatste herhaling gedaan. Omdat het ook een vrij snel deel is. En het laatste deel, dat moet gewoon heel feestelijk zijn. Dat feestje, dat mag ook, nee, toch niet te lang duren. Ja. Ja, bij Lucia studeren is gewoon heel erg leuk, want Lucia weet gewoon heel veel energie in je te krijgen. En soms ben ik dan een klein beetje moe voordat ik naar de les ga, maar dan kom ik helemaal energierijk en opgewekt terug van de les. En ja, Lucia heeft gewoon zoveel dingen te vertellen en kan gewoon zo goed lesgeven en ja, ik vind het gewoon heel erg leuk om les van haar te hebben. Ja, en niet drukken. Ja, je pakt hem en je laat hem los. Geen haast hoor.
Dus speel heel erg met die meerstemmigheid. Vooral de A-snaar geeft die alle mooie kleuren. Zo'n darmsnaar voelt heel anders dan een staalsnaar. Een staalsnaar kun je niet heel diep, maar je kunt op een darmsnaar kun je to sink into the string. Je kunt heel diep gaan. He, dat is het grote verschil. Als je op een staalsnaar heel diep in de snaar gaat, dan klinkt hij op een gegeven moment niet meer. Dus wat je moet leren is vanuit een gevoel van weerstand, hè, de articulatie te maken. De ene keer is die sterk, de andere keer is die zacht. Maar het is veel minder dit en het is veel meer even die snaar voelen, de diepte van de snaar. Laten we tot 19, maat 19? Ja, is goed. Ja, ongeveer? Ja. Goed. Ik ben inderdaad gewoon begonnen met modern cello en ik speel nu natuurlijk ook nog steeds modern cello en daar heb ik ook gewoon les in van Lucia. Maar al snel merkte ik dat ik het gewoon heel mooi vond, gewoon het darmsnaar een halve toon lager. En dat was toen een hele droom voor mij om barok cello te gaan spelen. En toen ik dus hoorde dat ik voor Olaf Bach mocht opnemen en dat ik een barok cello kreeg, vond ik dat echt helemaal leuk. Ik heb bijvoorbeeld ook met de eerste suite die ik 2 jaar geleden in het concertgebouw heb gespeeld, dat ik als ik hem nu speel weer heel anders speel. Dat is ook de reden waarom zoveel solisten meerdere keren de Bach-suites opnemen. Het is gewoon nooit klaar. Tikkie, een klein tikkie. Ja, C groot is toch wel gewoon heel, hoe zeg je dat? Ja, toch heel vrolijk en toch heel jeugdig. Wat ik heel mooi vind van, toch omdat ik nu deze leeftijd ben, dat is heel anders dan de tweede suite die ook in mineur staat. En toch, ik denk dat Bach in die tijd dat hij de tweede suite heeft geschreven ook minder vrolijk was in de derde suite. En dat merk je wel per zijn levensdeel wanneer hij die suites ging schrijven. En als je dat dan speelt, merk je dat heel goed. Moet je soms net iets meer je eigen akoestiek maken, hè? Ja. Dan is het geluid is dan te snel weg. Dus maak maar lange zangerige lijnen. Ja. Hè? Anders worden het te veel kleine stukjes. We willen toch de grote lijn zien. Ja. Wil je dat nog een keer doen? Ja. Zullen we gewoon groot denken over die eerste maten tot de dubbele streep? Ja. Een beetje meer zien. Ja, ik denk wel dat het heel erg bij mijn leeftijd past, want ik denk dat iemand van 14 jaar toch wel vrolijker is. Nou ja, in ieder geval heel vaak vrolijk is en niet heel vaak verdrietig. Op de grond, voor hem. Luister maar even waar het mooi vindt klinken. Het klinkt hartstikke goed. Kijk, je moet als je in een kerk speelt, dan krijg je natuurlijk altijd heel veel resonans van die ruimte. En daar, dan moet je vaak heel goed articuleren. Dit is een iets droge ruimte, prachtige ruimte, maar dan moet je iets meer je eigen akoestiek maken. Articulatie is dan iets minder belangrijk. Dus je moet altijd even zoeken van welke manier moet je spelen. Ik vind het heel belangrijk om de mensen echt tot het begin van het eind erin mee te slepen. En dat je eigenlijk niet midden in de suite denkt van, nou, wat gaan we morgen eten? En gewoon dat je echt denkt van, wow, wat is dit mooi, ik wil de rest van de suite ook horen, want het is zulke prachtige muziek. Ik loop, Gijs. Guido. Ja, ik loop ook. Top. Ga je gang. De opnamedag van Olaf Bach vond ik heel erg leuk. Ik kwam naar binnen en ik was heel gefascineerd over wat er eigenlijk allemaal bij kwam kijken. En dat het allemaal voor mij was.
Want ik kwam opnemen en de rest stonden allerlei, er waren tientallen mensen die daar stonden te werken. Voor mij, voor deze opname. Het klonk gewoon allemaal heel erg mooi, ja. Nou, het liefst zie ik me over 10 jaar toch wel de hele wereld kunnen overreizen om mensen te fascineren en ja, toch wel ja, blij te maken met muziek. Want dat vind ik toch heel belangrijk om mensen, daar doe ik het altijd voor. Ook natuurlijk voor mezelf, maar ik vind het gewoon heel leuk om te zien dat mensen met plezier gaan naar jouw concert en een hele leuke avond hebben.